De koning van de Ashanti, Otomfuo Osei Tutu II, is gisteren door president Desi Bouterse gedecoreerd tot drager van het grootlint in de ereorde van de Gele Ster. Daarnaast werden 45 personen uit Saramaka onderscheiden voor hun uitzonderlijke verdiensten voor land en district. 34 bewoners werden onderscheiden met de eremedaille in zilver, verbonden aan de ereorde van de Palm. Aan 6 werd de eremedaille in goud, verbonden aan de ereorde van de Gele Ster, toegekend, terwijl 4 zijn benoemd tot ridder in de ereorde van de Palm. Het staatshoofd noemde Otomfuo, die de hoogste Surinaamse onderscheiding ontving, een visionaire en grote leider van het Ashanti-koninkrijk. En in leading the preservation of cultural heritage and the development of his people, and among other things, other capacity building, agriculture, and health. Your Majesty, in Ashanti, who has not only recognized the importance of the need of education in Ghana, but also for his passion in education for the Ghanaian youth residing in his kingdom. As a result of his passion, he initiated and set up the institution of the Otomfuo Education Fund. De koning van de Ashanti was erg ingenomen met zijn onderscheiding. In zijn toespraak sprak hij ook de waardering uit aan het adres van het Surinaamse staatshoofd. Ook ging hij in op zijn bezoek aan het land, die hij als heel emotioneel heeft ervaren. Within the African mainland, across the Americas, in Europe and Asia, all the journeys have been important, but none more so than what has brought me here today. Coming to Suriname as the king of Ashanti is a journey of great emotion. It is a pilgrimage of the soul, a spiritual reconnection between a painful past and a hopeful future in the name of the Golden Stool and the Ashanti Kingdom. I thank His Excellency, the President, for starting us on this pilgrimage. Our journey from Kumasi took us across oceans and the vast land of two continents. But even as modern technology flew us over there, over these vast lands and oceans in less than half a day, we could not help reflecting the deep pain and on the hazardous journeys of our kith and kin as they were transported in sailing ships from their homelands into slavery 3 centuries ago. In our hearts, we feel the incredible agony of centuries past, the tears and the shame of yesterday. Tot zover de koning van de Ashanti, van de Ashanti-Hene, Otomfuo Osei Tutu II. Hij sprak gisteren tijdens de volksreceptie in verband met de viering van de 43ste Srividensiedag in Groningen, Saramaka. Otomfuo werd gedecoreerd tot drager van het grootlint in de ereorde van de Gele Ster.